Na 7 wedstrijden op rij ongeslagen te zijn, staat Go Ahead Eagles momenteel na 12 speelrondes op de 10e plek in de Eredivisie. Aankomende zondag is het weer tijd voor Eredivisie voetbal. Dan gaan we naar Enschede toe voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Welkom bij een nieuwe Eagles Talk. Afgelopen zaterdag was het groot feest hier in de Adelaarshorst. Een goed spelend Go Ahead Eagles boekte een 3-1 overwinning op Excelsior. 3 hele belangrijke punten waardoor Go Ahead Eagles in 1 speelronde van plek 15 naar plek 10 ging. Het derde goal in de wedstrijd tegen Excelsior werd gescoord door onze spits Isaac Lidberg. We vroegen hem naar hoe hij deze goal ervaren had. Isaac, last Saturday you made your 4th goal in the Eredivisie already, which matches your goal tally from last season. On the stadium we also hear the B-side more and more often sing Isaac on fire. Do you feel like you are? Yeah, it feels good at the moment. Yeah, my form is getting better and so are the team. So yeah, it feels good. We are 8 games unbeaten, so it's getting better. And I think the people can see it as well. Yeah. Can you take us back to the goal you scored against Excelsior? It seemed like you made a really smart run. Yeah, I tried to run when Jamal was hitting the ball, and then when I get it, I had 1 meter in front of him. So yeah, then I tried to do my best to score, and yeah, it went in, so it was a good feeling. But I was not sure if it was offside or not, if Willem touched it, but yeah. He didn't, so yeah, it was great. Hopelijk kunnen we de komende speelronde nog veel goals verwachten van Isaac Lidberg. Misschien al wel tegen FC Twente. De nummer 4 van de Eredivisie is allesbehalve zeker op 3 punten tegen Go Ahead Eagles in eigen huis. De afgelopen 4 keer dat wij vanuit Deventer op bezoek kwamen in Enschede, wist Twente namelijk niet van Go Ahead te winnen. Eén van die wedstrijden springt er toch wat bovenuit. De bekerwedstrijd. Weet jij hem nog? Brito. Ja, dat is raak. Brito mag daar aan de linkerkant door. Wordt niet echt lastig gevallen door Aitor. En het is Rabiaar die binnenwerkt. Maschot laat het gaan en wellicht profiteert Gaueta. Ja, dat is een penalty. Ja, natuurlijk is dat een penalty. Vasthouden. En een gele kaart is nog mild bestraft. Veldmaat. Schiet hem feilloos binnen. Drommel naar de goede hoek, maar dat maakt niet uit als je zo binnenknalt zoals Veldmaat hier doet. 0-2 en we hebben nog geen kwartier gespeeld. Dan wordt hij slecht teruggelegd door Rabiaar. Het is Hens penalty. Ja, van dichtbij Veldmaten. Aitor Cantalapiedra. Kan Twente op het half uur terugbrengen in de wedstrijd. En dat doet hij feilloos. Hier wordt Go Ahead tekort gedaan. En dat is duur, want het is in plaats van de mogelijkheid op 3-1, 2-2. Bijen is blij. Aitor is de man die de vrije trap neemt. En Bijen komt binnen. Liefdink, goed balletje. Berde is snel. En hij schiet hem binnen. Is Go Ahead weer weg en dit moet raak zijn. Het is 4-2. Marsje weer 2 en met nog zo weinig tijd van de Vennen dit keer. Zou dat wel eens de genadeklap kunnen zijn? Nou, Rabiaar dacht ook, dat zullen we maar even laten gaan. Van de Vennen, Go Ahead, de bal is rustig blijven. Rabiaar weer buitenspel. Nee, dan is het 5-2. Dan is het nou toch wel helemaal gedaan. En straft hier Go Ahead Twente met grote cijfers. Aankomende zondag reizen de supporters van Go Ahead Eagles met 815 man sterk richting Enschede. De laatste uitwedstrijd voor de winterstop belooft een hele spannende te worden. In deze wedstrijd maakt in ieder geval het prachtige nieuwe derde tenue van Go Ahead Eagles haar debuut. Aan het tenue zal het in ieder geval niet liggen, nu is het aan de jongens. Na de wedstrijd tegen FC Twente speelt Go Ahead Eagles nog 1 wedstrijd voorafgaand aan de winterstop. Dan komt Vitesse hier in de Adelaarshorst op bezoek. Wil jij er nou bij zijn? Haal dan nu je ticket voor die wedstrijd in de ticketshop. Maar nu eerst de focus op Twente. Op naar Enschede.